Kees, wat is het gezellig hier weer in Kloeterdonk. Jullie zijn vanavond carnaval aan het vieren voor de mensen met een beperking. Gefeliciteerd met jullie 22-jarig jubileum. Ja, het is, je kunt het achter mij wel zien. We hebben het 22-jarig jubileum van mensen met een beperking. En dit hebben we eigenlijk nog nooit meegemaakt dat het zo vol is. In onze nieuwe locatie, we zitten nu in onze hoofdresidentie De Baron. En we hebben ongelooflijk veel mensen nu binnen, dus helemaal geweldig. En wij doen dit jaar weer mee met de Rabobank Clubkast campagne. Elke lid van de Rabobank kan stemmen van 1 tot en met 17 maart. En op het moment dat je stemt, dan gaat er, dan hopen wij een mooi bedrag te bemachtigen. Zodat we het carnaval van mensen met een beperking nog beter kunnen neerzetten. We zorgen voor een hapje en drankje. We zorgen dat iedereen die binnenkomt een medaille krijgt. We hebben op dit moment spelen de Pintermannen hier achter ons. Het is één groot feest. Het carnaval door mensen met een beperking is opgericht door vorst Kerwin. Daar heeft hij natuurlijk hulp bij van onder andere Rita Dijsselhof. En ondertussen is daar een heel team ook druk mee. Bijvoorbeeld vorst Peter. Die is ook elke keer weer erg druk om dit allemaal voor elkaar te krijgen. De Raad van Elf heeft dit jaar zijn ze langs vele huizen en zorgboerderijen gegaan. Om iedereen te enthousiasmeren. En dat gaan we volgend jaar natuurlijk weer doen. Op naar de 33. Op naar de 33. Ik zeg een driemaal alaaf. Een driemaal alaaf. Alaaf, alaaf, alaaf. Klaar.